boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Ik neem nu eventjes zo de intro op in plaats van dat ik de kamer binnenloop. Maar welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag een EFC video. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik heb er al van genoten van het maken van deze EFC video. Ik neem deze intro op vrijdag. En ja, EFC video, hier ben ik om. Het is een leuke... Het gaat een leuke video worden, dus ik check jullie guys graag terug bij de outro. En ik hoop dat jullie guys genoten hebben en gaan genieten van deze video. Ik heb ervan genoten van te maken. En we hebben een team en pre-season bingo gedaan. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Ik heb net de objectives voltooid van La Liga en Bundesliga, dacht ik. Dus let's go. Dus we hebben 283 plus player picks. En een 84x5. Let's go. Eerste 283 plus player picks. In de eerste zit Marcos Llorente. En de tweede player pick zit Girassi. Let's go. Nu de 84x5. Let's go. En daar zit in. Wie is dat? In Kapje. Ik denk nee. Pacho en Kwaratskhelia. Let's go. Oké, boys and girls. Dit is nu het team. Peter Cech op goal. Frimpong op rechts vleugelverdediger. Centerback zijn Todibo Futis. UEFA Pataglory. UEFA Euro Pataglory. Ruben Diaz. Futis Eiken. Bobby Moore. UEFA Euro Team Tournament. Hernandez. Futis Eiken. Schweinsteiger. Uiteindelijk alternatief Futis. Messi. Copa America Team Tournament. Dalglish. Grootste voetballers Eiken. En Cruyff, grootste voetballers Eiken, is ook in de basis. Dan hebben we Garincha Futis Eiken op de bank. Samen met Futis Haaland, Futis Renard, Futis Rashford, Team Season Mbappé, Swanson Futis en Gioro. Ook Futis. En dan heb ik hier nog die spelers op de reservebank. Ik heb dus een 98 rating van team. Ik heb gisteren. Ik heb dus in de vorige video de grootste voetballers eigenlijk een Cruyff kunnen doen. En ik heb echt geen spijt van SBC te doen. Dus dit is nu het team waarmee ik speel. Frimpong heeft al 1 assist op 3 wedstrijden, dus ja. Todibo speelt wel goed. Bobby Moore heeft juist een vrije trap binnen gescoord. Dus ja, echt wel een heel goed team eigenlijk. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, we hebben terug een 84x10. En ik ben benieuwd wat er in gaat zitten. Dus dan doen we die gewoon open. En we zullen zien wat erin zit. 84x10, let's go. Braziliaan, centerback, Dante en wie zit erachter? Wie zit erachter? Wie is dat? Di Marco. No.
Wauw. Oké, boys and girls. Ik ben ook net gedoucht en me klaargemaakt, want ik moet vanavond, of ik moet straks binnen een paar uurtjes vertrekken naar Antwerpen, alleen naar de Noorderlaan. Voor we moeten gaan steengrillen en gaan bowlen voor mijn onkel zijn verjaardag. Dus ja, maar nu hebben we 84-10 en daar zit in Italiaans spits Hero. Wie is dat, Viali of wat? Ah nee, Di Natale. Wauw, nice, Di Natale. Nu is het team of season. Pellegrini. Lekker, ik krijg die Natale. En Sergio Ramos terug. Hoeveel is die Natale nog waard? Oh, niet veel niet meer. Die komt zelfs niet meer op mijn bank. Want mijn team is nu veel te goed voor die Natale op mijn bank te laten komen. We hebben nog een preview pakket. Nou, wat zit erin? Braziliaan centerback. Juventus als Bremer, denk ik. Let's go, Bremer. Oké, boys en girls. Het is maandagmiddag. Ik heb vanochtend 3 potjes gespeeld. En toen ben ik vertrokken naar het werk. Dus we hebben 10 packs. Waaronder ook de packs van niveau 10 en niveau 11. Dus de 83x10 en de 20x82. Eerste 80 plus mal 2. En daar zit in Spaans centerback Henrik Laporte. Dat is een goede packpool voor een 84x10 eigenlijk. Dus 2 keer 81 plus. En daar zit in Spaans CVM. Sergio Busquets, heb ik die al? Ja, ik was die vergeten in te leveren in een SBC. Dus ik heb die nog. 22x2. Goals, centerback. Ja, dat is Dudek. Ik weet niet of dat de dochter is van Jerzy Dudek. Ik zou het niet weten. 2 keer 83. En dat zit in. Spaans. Spits. Hero. Zou dat Morientes zijn of wie is dat? Dat is Fernando Morientes. En Galton. Oké. Volgende packje is een 2x83 plus en daar zit in. Het is een Franse. Zie je? Ah. Cantona of wie is dat? Thunderstruck, Cantona. En Sule. C'est bien, oui, oui. 83x2 en daar zit in. Engels, spits. Harry Kane is een dubbele walkout. Dit is geen dubbele walkout. Maar we pakken wel Harry Kane. 84x2 en daar zit in. Frans, spits. Kosturam. Het is Ultimate Dynasty Turam. Oké. Volgende pack. 83x10. En daar zit in. Het is een Portugese rechtsleugenverdediger. Van I don't know where. Dat is Postinha. En wie is de tweede team of season? Het is Firma. En die heb ik net al. Maar dan discarden we die gewoon, want die is toch niet veel meer waard. Oké. De 84x10. En daar zit in. Portugees. Centerback. Eiken. Ah, Hero. Dat is Ricardo Carvalho. En Real Firma. Tweede pick op rij dat we die krijgen. 94 Haaland. UCL Roadster Knockouts, Haaland, dat is goed. We gaan die wel niet gebruiken omdat ik al een 99 Haaland heb in de club.
Dus 94 halend is wel best wel goed. 20 keer 32 en dat zit in. Wie is dat? Sanchez en. Welk icon is dat? Fit birthday icon? Future stars icon? Ik weet het niet. Carlos Alberto, ultimate birthday icon. Allee. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben nog eens een 84 mal 10. Let's go. Naar de din. Duits. DVM. Real Madrid. Groot, ja, wel. En Zaire Emery. Die moet ik ergens gaan insteken. 95 Zaire Emery, 94 Kroos, 88 Larsson, 88 Buchanan en 87 Govou. Waar steek ik die in? Ten deze. Dus dat was Zaire Emery, Kroos, Buchanan. Bono, Tomori, Henry, Pavard en en wie gaan we nog inleveren? Wie gaan we nog inleveren? Papillon mag wel weg en Major mag wel weg. Let's go. Dat is al 89 squads van de Icon Pack af. En nu de 91 squads van de Icon Pack. Die Marco mag er weg. Ederson mag er weg. De Icon Pick bedoel ik. Ricardo Carvalho mag wel weg. Jimenez mag er weg. Rex Mira, wie gaan we daarin leveren? Beier. Center mid. Chief. CVM. CVG. Center mid, wie nog? Pellegrini, links midden, Pires, dan de twee spitsen, Marientes en
Morientes en wie ga ik nog inleveren? Banza. Let's go. En dit is de icon player pick. Let's go. Ja. Destai, denk ik. Kasimi dat er meer waard is. Woman of Destai. Als ik fit ben, vind. Dus Desai of Koeman. Koeman is 130k. Het wordt Koeman, want SAI is maar in de 30k, dus Koeman, here you go. Dan hebben we nog 5 packs geloof ik. Ah nee. Nog 2 packs, wauw, ik dacht 5 packs, maar het waren er 2. Oké, Primgaard de speelspakket en daar zit in. USA, Spits. In the city, wie is dat? Oh, dat is maar press. Let's go. Zelfs aan Lexus Spears pakket, en dat zit in. Turks, Spits. En de city of de andere. Knol, let's go. Oké, boys en girls, we hebben nog eens een 85x10 gedaan. In plaats van altijd die 84x10 te doen, hebben we nu een keer een 85x10. Dus 85x10, let's go. Spaans, keeper. Azias. Lekker. Facundo Medina, ook decent. Dus we krijgen nu Casillas, Rivaldo. 2 icons terug bij. Gerson Keuler, Ruben Mooi, Diakite. We hebben maar 2 85's gekregen, wat best wel decent is. Let's go. Oké, boys en girls. We hebben nog eens een 84 plus smelt 1. Let's go. 84x10, let's go. En daar zit in. Italiaans, center mid. Inter Milan. Barella en. Rudiger. Petit, Vivian. Nunez, Buchanan. Renard. Trent. Maar 1,84, let's go. Oké, boys en girls, 84x1. Ik heb mijn zonnebrilletje aangezet. Dus ik hoop op een goede speler. En dan, Oké, ik was er juist een beetje dingen aan het spelen. SingStar. En ik zit met dat leeg in mijn kop. Call it magic. 84x1, let's go. En daar zit in. Futties. Een Campos en een Futties Icon. Hey, Stoitske. Hi, papa. Let's go, manneke. Zo. Daddy Stoitskov is back in the house. Oei. Ja, wauw. Waarom ben ik zo excited voor Stoitskov, terwijl hij nog geen... Terwijl hij nog maar niet verkoopt voor 23k. Wauw. En deze ga ik dus nog eens in een 84x10 steken. Schoolboys en girls, een beetje drinken.
Always stay hydrated, boys and girls. Ik zet mijn zonnebrilletje aan. Dus we gaan. Meer dan 24 naar 10 op doen. Let's go. Frans, lekker binnen. En een team is hier. Nee. Een fantasy is hier. Holy Tano. Virgil! Voor de derde keer is het FIFA. What the fuck? Waarom ben ik nog zo excited voor Gold Rare Virgil? What the fuck? Hartstikke goed gespeeld. Die uitslag, hè? Ja, oké, okay, boys and girls. We hebben 3 potjes gespeeld in de avond. En ja, we zullen zien wat we gaan krijgen. Er zou een nieuwe doelstelling moeten zijn, maar ik weet niet welke. Misschien moet ik eens uit Ultimate Team gaan er terug in. Maar misschien dat dat helpt. Want er zou... Er zou een... Kefrem Turan moeten zijn. Nu klopt het wel, denk ik. Hier. Dus nu moet ik die... nieuwe transfer SBC uitdaging voltooien. Maar dat doen we nadat we alles hebben geclaimd en alle packs geopend hebben van de objectives. Dus we hebben nu 9 packs klaarstaan. 2 keer tegen de klus en erin. Argentijns, 6 minuten. Enzo Fernandez. En Andreas Christensen. Oké. 2 keer 81 plus en daar zit in. USA keeper. Dan weet je dat het niet goed gaat zijn dat er geen dingen welke uitkeeper is van Amerika. 2 keer 82 plus en daar zit in. Frans, centerback. AC Milan, Visa, Portugal. Kalulu. Futis Premium Kalulu. En Kirby. Oké, we pakken ook nog een Futis Premium Kalulu. 2 keer 82 plus en dat zit in. Op. Centermid. Ja, dat is Little. Kunnen we dus veel mee doen. Kunnen wij die 88 dingen mee doen. 2 keer 83 plus en dat zit in. Braziliaan, centerback. Bremer. En Hugo Lloris. Nog eens een keer 2 keer 33 plus en daar zit in. Canada, CVM. Scott. En Frans. Let's go. 2 keer 84 plus en daar zit in. Ja, dat is harder en Martinez. 5 keer 83 plus en daar zit in. Frans, Spits. Hier ook niet. Voor goed. En. Nieuwe krabbels voet is. Dan heb ik al dan kunnen we die squat al gaan doen. Het is een 88 rating dat we moeten inleveren. Dus Diego Carlos hadden we dubbel.
Govu hadden we dubbel. Moet ik eens zien, waar staat die Govu? Ik begin er eigenlijk dichtbij te komen, hier Govu. Dan hebben we op rechts buiten, wie kunnen we daar zetten? Ja, wie op links buiten, wie gaan we daar zetten? Dia op center mid, wie gaan we daar zetten? Rodri Jong. Dan nog eens op center mid, wie gaan we dan nog eens opzetten? Modric Jong. Keeper. Ederson Jong. Hij is achter. Marcos Llorente, de jongen. Centerback. Renard Jong. Linksachter. Dali. We moeten nog twee ratings hebben en die halen we normaal gezien. Wel. Nog mijn little zegen. Hopla, dan hebben we ook nog die doelstelling voltooid voor Kefren Thuram. Krijgen we nog een 2x81+ en, dat is, en nu krijgen we dus Futis Premium, Futis Premium Kefren Thuram. Franse Center Mid, Juventus, Kefren Thuram. Govu en Diego Carlos terug. Oké. Nu hebben we dus een premium gouden speelspakket en dat zit in. Dat is echt. Twee keer 81+ en dat zit in. Dat is niet meer dingen. Niet meer Oberdorf, want Oberdorf speelt niet meer Bayern. En dan 84x10 als laatste. En daar zit in. Italiaan, rechts buiten. Politano. En wie de fut is, wie de fut is, wie de fut is, kom aan. Wie de fut is. Wie is dat? Milito, wat een lelijke jongen. Wauw, wat een pack, joh. Oké, boys en girls, het is dinsdag. En het is 12:44. Ik moest vandaag niet naar de politie, omdat mijn werkgever daar een scheur in zijn kuit heeft opgelopen op de Day Before Tomorrow. En degene dat me andere kon dat me werk konden geven, die zijn mij verlof. Dus we hebben een 84x10 op 30G. Let's go, 84x10. En dat is in. Wie is dat? Huertas en... Ik ben al er. No icon. Trinity Rodman! Mohamed Salah! Mootje van de buurt. We picked Mo! Mo Salah, let's go! Trinity Rodman, footies. Pardon. Oké, boys en girls, we hebben nog eens een 84x10. Let's go. Noord, spits. Sorlot. En team of season, let's go. Pizza, Chief, let's go.
Oké, boys and girls, ik heb een 34-0-10. Let's go. Let's go, 34-0-10. Tjoe! Noord, spits. Purple, en... We krijgen een icon. Wereld Viric. Wat een kut pack, joh. Oké, boys and girls. Het is 18:07. We hebben een 34-10. Let's go! Let it in! Wereld Evil Circle. Minda. En... een tot moment. Jamie Vardy, it's just Jamie Vardy. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben terug in 84-10. Let's go. Icon. Engels. Komt er uit. Icon, ja. Kera, CBG. Twee icons dan. Holy shit, twee icons. Wie is de tweede? Turchkov, Ultimate Birthday. Drie icons in de club. Oh, in de pack. Oké, boys and girls, we hebben 8 packs klaarstaan. Ik heb net een draftje afgespeeld, Dream Guard pakket, en er zit één. Dat is niet goed. Dat is Barak, maar let's go. Zo. 2x80+ en daar zit in. USA, keeper. Ja. French, let's go. 2x81+ en daar zit in. Ja, dat is niet goed. De Paltijn Insignia. Dacht het al. 2x82+ en dat zit in. Dat kan. Beide kan goed zijn, maar kan ook niet goed zijn. Het is. Müller. x83+ en dat zit in. Goed is. Argentijnse centerback Mascherano. Die heb ik al eens gepakt. 2x83+ en er zit in. Team season denk ik. Banza. En Hoffman. Let's go. Een 83x5 en daar zit in. Frans, spits. Wie is dat? Thierry Henry. Lekker. Thierry Henry, dat is goed. Wauw. Premium Jumbo Guard pakket en daar zit in. Italiaan krijgt meer daar. Atalanta, dat weet ik niet. Sagnolo, what the fuck. Oké, boys and girls, het is woensdag. Woensdag namiddag. 4:30, allee, 4:30. En ik heb 34x10. En van die. Van die exchange packs. Dus eerst gaan we die exchange packs open doen. In de eerste zit. Hoe noemt dat nou weer? Sangaré. Wauw. Wauw, dat kwam van diep. Oké, pakket met 19 spelers. En daar zit in.
Japan, rechts buiten. Sugita, we got her. Let's go. En ook Endo. Let's go. Pakket met 70 spelers en dat zit in. Pauls, spits. Please be Lewandowski en niet Payor. Natuurlijk is het Payor en niet Lewandowski. Ik ben die packs allemaal aan het doen, omdat de crafting upgrade recht terugkomt. En dat is een gewapende spits. Suiker. Wauw. Geef me zo'n folder. Die scout ik gewoon weer. Let's go. Pakket met 51 spelers en daar zit in. Hopla. Wie is dat? Nunez. Wauw. Darwin, Darwin, Nunez. Pakket met 51 spelers en dat zit in. Hopla. Deens. Rechts buiten. Dreyer. Let's go. Dreyer hebben we ook terug. En nu de 84 maal 10. En daar zit in. Frans. Links midden. Wie is dat? Pires of zo? Ja, Pires. En wie zit erachter? Wie zo? En zei de Emery. Hopla, wereld ter stegen. Let's go. Dan hebben we nog een briefpakket ook. En daar zit in. Duits. Ja. Mukhtar. Oké, boys en girls. We hebben druk in 84 maal 10. Let's go! We gaan eens zien wat we uitkrijgen uit de 84 maal 10. Let's go! Dat zit in. Argentijn, spits. Eigen. Crespo. En. Wie zit erachter? Takker team, misschien zit erachter. Ik vraag je, ja, sorry. Eigen. Let's go. Oh. Maar 3 walkouts. What the fuck, maat? Oké, boys en girls. Het is donderdag. Hi. Bizar. We hebben 3 potjes gespeeld. Ik heb gisteren geen potje meer gespeeld. Omdat ik gisteren geen zin had en ik was te moe. Ik kon me niet concentreren en zo. Dus we hebben drie potjes gespeeld. Dus we hebben dadelijk spelen in pre-season nu voltooid. Nu moeten we deze nog doen, maar dat is pas voor morgen. Want morgen komen die pas terug uit. Morgen refreshen die pas. We hebben nog 1025 XP nodig voor 2x86. Eens zien hoeveel XP dat we nog nodig hebben. 18.025 XP voor Ronaldinho. Dus eigenlijk als ik nog 1 potje speel, heb ik niveau 12. Kan dat? Dan zit ik aan niveau 12. Ik weet niet of ik het ga spelen van nu. Maar misschien wel in de loop van de dag. Oké, we hebben al deze packs. Ik heb gisteren ook de dagelijkse login gedaan. Maar die heb ik niet gedaan. Nou, die heb ik niet gevonden. Spaanse goalkeeper van Real Sociedad is dat zeker? Of welke ploeg is dat? Real Sociedad? Ja. Dat is Ramiro en Wilson. Decent. De volgende video zie ik al. Dat is dat wordt opgenomen in Central Park. Fantasia. Dat is een Kunku, dat is goed, dat is een Kunku. Nee, een Kunku en Postings. Dus de volgende video gaat weer zonder facecam zijn. Dat wordt in Centerparks opgenomen.
De eerste dag gaat wel met facecam opgenomen worden, maar de rest gaat zonder facecam opgenomen worden omdat ik dan centerparks ben. 2x20 plus en dat is in Duitse CVM bij Leverkusen. Dus de volgende video, IFC video, sorry, wordt opgenomen zonder facecam. Omdat ik de eerste dag ben ik nog hier, dat gaat wel met facecam en dan de rest is zonder facecam. 2x83 plus en dat is in. Wie is dat? Ik ken die niet. Wiegel sorteert dat juist, wauw. Dus, omdat ik in Centerparks ben, ik weet niet of ik facecam ga gebruiken. Het kan zo zijn dat ik facecam gebruik, maar ik weet het nog niet. 2x83 plus en dat is in. Wie is dat? Oshiman en. Het is een Europa League kaart, precies. Dan gaat het nu. Wie is dat? Ik beslis nog wel of ik een facecam ga gebruiken of niet. Misschien gebruik ik facecam in Centerpark. Maar dat gaat zo'n video zijn zoals een van de vorige video's van de EFC. Dat ik toen ook bijna een hele week geen facecam had. Dat ik toen op vakantie was bij mijn grootmoeder en nu ben ik op vakantie in Centerparks. Dus dan ga ik ook weer geen facecam hebben, denk ik. Wel te zien of ik een facecam ga gebruiken of niet. Ik weet niet hoe dat de belichting en zo daar is. Dus als er geen goede belichting. Ik ga sowieso proberen van een facecam te doen, dat is geen probleem. Maar als de belichting daar niet goed is, dan doe ik geen facecam. En dan doe ik gewoon zo zonder facecam. Dus ja. Oké, we hebben nog eens exchanges gedaan, zoals jullie net gezien hebben. Pakket met 19 spelers en dat is in Duits spits. Tottenham, dat is Timo Werner. Het is maar één Duitse spits van Tottenham. Ik ben die exchanges al aan het doen voor morgen. Morgen komt dus een nieuwe batch uit van de dingen. Frans, centerback. Dat is tegen Fernandes, denk ik. Dit is een bok, wauw. Dit is wat je ziet naar de PR Richard van Egan, die staat nog bij Olympic Lyon, hè. Pakket met 51 spelers, en dat is een wauw. Italiaan, centerback. Bacirotto, dat is een bok. Ik wil die gewoon skippen. Dus nu hebben we geprobeerd al onze walkouts een beetje in packs te steken. Voor dus de morgen weer al de dingen te doen. De pre-season maken upgrades te doen. Dus ja. Ik moet er morgen nog 25 doen. Morgen of zaterdag doe ik nog 25. We hebben nog 1 dag 22 uur voordat die weer gaan refreshen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. 84 x 10. Let's go. Ik ben eens benieuwd wat we gaan krijgen uit de 84 x 10. Let's go. En dat zit in. Wie is dat? Santos. Ribéry? What the fuck, maat? What the fuck, Ribéry? Furtis Eiken, Ribéry. What the fuck? Ribéry, let's go. En nu hebben we weer een 89 gekregen die dat we in een exchange kunnen steken. En dan krijg je one foot is Icon Ribéry, dat is what the fuck. Let's go.
En nu hebben we weer al een exchange gedaan. What the fuck, maat. Pakket met 51 spelers en er zit in. Frans. Leeg achter. Dat is weer boeiend. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben niveau 13 behaald. We hebben dus een 86x2. Wij kunnen vandaag in principe... Allee, we zouden nog naar niveau 14 kunnen gaan. En dan moet ik echt doorspelen. Dan moet ik nog 4 potjes spelen vandaag. Zal ik er nu nog eentje spelen en vanavond nog 3, dan hebben we niveau 14 al behaald. Dus dan hebben we 5x85. Dus we hebben nu 86x2 en daar zit in. Argentijn, spits. Zou dat Crespo zijn? Ja, dat is Crespo. En Salma Paralelo. Dan heb ik allebei dubbel, dus ik gooi gewoon weg. Let's go. Oké, boys en girls, we hebben 23 plus player picks. Omdat ik nog 3 SBC-groepen moest voltooien. Dus in de eerste player pick zit Jonathan David. In de tweede player pick zit Marata. En de laatste player pick daarin zit Scott. Oké. Dan moet ik iets doen met die Jonathan David. Dus wat gaan we dan doen? Een 85x10. En nu gewoon nog een gold rare erin zetten. Oké, Ova Carmona mag erin. Romagnoli. Berger. Calabria. En Mancini. Dan kom ik 1 rating tekort, dus... En dan doen we Walsh erin. Let's go. En nu hebben we ook nog de 85x10. Dus wat zit daar erin zit? Ik hoop dat er iets goed in zit. Let's go. Come on. 85x10. Let's go. Daar zit in. Engels, links buiten. Sancho. Nee, Sancho. En Gehi. Ik heb de Gehi al. Dan smet hij gewoon weg. Let's go. Oké, boys en girls. Het is nu bijna half zes 's avonds. En ik heb een pre-season bingo samengesteld. Waaronder 90 plus. Een speler met een vies baardje. Een icon. Een 90 plus team of season. Een futis. Dus het maakt niet uit of een futis is dat lager is of hoger is. Een team of group stage 90 plus. Een icon van 90 plus. Een futis van 92 plus. En een hero van 88 plus. Oké.
We krijgen sowieso al een 90 plus tots en een 90 plus. Is er een speler in? Heeft Donnarumma een vies baardje? Ja. Oké, wat zit erachter? Hero 88 plus. Voor de rest kunnen we niks afstrepen. Dus we hebben een vies baardje. We hebben een hero. We hebben 10 of 96 plus en 90 plus. In de pack zit ook een 90 plus. Want ik kon Golovin aftekenen als 90 plus en 10. En dan Roma als team, want 96 plus en een vieze baardje. Hero 88 plus Dempsey. Voor de rest heb ik geen geluk gehad. Dus in de volgende pack is het misschien beter. Pakken we misschien een team in de group stage of een icon. Of een icon 90 plus. Of een Futis 92 plus. Ik hoop die precies een bingo vandaag af te werken. Mijn linksachter, Olga Carmona. Oké. Fabinho inleveren. Golovin mag erin. Links midden Insigne. Zaniolo. Nagasato. En Haller. Oké, nu hebben we terug een 84-10. En ik hoop dat we de rest van de pre-season bingo kunnen afwerken. 84-10. En we krijgen een Franse rechtsmidden van Aston Villa. Zit er een Futis achter? Het antwoord is nee, een icon. Ik denk het wel. Nee, het is geen icon. Het is Goossens, oké. Nu kunnen we weer niks afstrepen. Dus dan gaan we ons luck eens bespelen. In een gewone storepack. Dus we doen een een 35k pakket open. Kunnen we dan ons geluk uit beproeven? Wie is dat? Geron Hero, dat is Nakata denk ik. Nee, Park Ki-sung. Ik kan het niet als Hero. Dus nee, ik kan het niet aanrekenen. Kunnen we deze aanrekenen als icon? Nee, als icon 90 plus kunnen we deze ook niet aanrekenen. Dus dan zullen we ons luck maar eens moeten testen. Misschien een preview pakket. Oké. Ja, daar zit ook niks in. Dat is Aubameyang denk ik. Dat is zoals Malamina. Oké. Weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we ruilacties knallen. Want ik wil het team of season bingo wel vol hebben vandaag. Casemiro kan erin. Ja, ik hoop dat... Oké. We gaan het eens proberen met deze pack. Als het een icon is of een team groupstage of zo.
Oké, het is geen walk. Het is geen walkout, let's go. Oké. Wat kunnen we nog doen? Terug een 34x10 dan open doen, hè. Want ik wil graag mijn Team Season Bingo afwerken. Mijn Pre-Season Bingo, dat wil ik bedoelen. We hebben nu al 3 packs geen... niet kunnen afstrepen en dat vind ik nu al wel een beetje veel. Dus wat we nu gaan doen... is proberen in deze plekje af te strepen. Dan heb ik hier nog een ik wil zo graag mijn pre-season bingo af hebben. Zodat ik, ja, mijn dingen wel kan doen. Dus ik hoop nog een Futis, een Icon, een Icon 90+, een Team de Group Stage van 90+. En een Futis 92+. Oké, 84x10, nog eens. Misschien is het Luc hier wel in. 84x10, let's go. Dat is een Kroatische spits. Dat is een Icon, dat is cool. Dit is een Icon 90+. Wat zit erachter? Ruben Neves, zit er hier nog iets achter? Nou, we kunnen een Icon kunnen we als Charlton, een Icon 90+. Zit er iets anders achter? Nee. Dus ja, we hebben weer 2 dingen kunnen afstrepen. Team de Group Stage. Team de Group Stage moet ik nog hebben. Ik moet dan een Futis en een Futis 92+. Dus ja. Ik hoop dat we het goed krijgen, eerlijk gezegd. Let's go. Ik hoop dat onze kaart vol gaat zijn tegen het Sebiet. We hebben nog 3 vakjes openstaan. Dus een Futis 92+ en een Team op de Group Stage van 90+. Dus ja. Ik hoop dat we nog aan onze pre-season bingo kunnen voltooien. Dus we moeten nog een Futis 92+ en Team de Group Stage. En dat is... Is dat een Team de Groep Stage dat erachter zit of is dat... Pot of Glory. We kunnen dat niet afstrepen. Nee, we kunnen hier niks afstrepen.
Dus ja, let's go. Ik doe het weer tot de volgende shot. De volgende opname. Verder, let's go. Oké, boys and girls. Oei. We hebben Patrick Vieira afgerond. Dus we krijgen een Franse centrale middenvelder. Een Icon. Dat is dus Patrick Vieira. En ik heb een foutje gemaakt. Dat straks bij de Precies een bingo in plaats van een team op de groepstage bedoel ik een team op de tournament. Dus we moeten nog een team op de tournament 90+, een Futis en een Futis 92+. Kleine spelerspakket. Ik ga natuurlijk geen Futis of een team op de tournament of Futis 92+ uit krijgen. Maar we krijgen wel daar wel. Jumbo Premium Goud pakket, wat zit erin? Ja, daar zit maar coke in. Coke! Let's go. Drie gewone gouden speelspakket. Boeit niet. Is niet boeiend. Osdoef, je mag gewoon weg, want je zei het. Osdoef. Oké. Premier legt een speelspakket en dat zit in. Argentijns keeper. Ja, nee, dat is een Conmebol. Armani. Giorgio Armani. Beste merk voor kleding. 85x5. En we krijgen een Franse centerback van Paris Saint-Germain. Dus Hernandez. En Dybala. En Brobbey krijgen we ook terug. Ja, onze Icon kunnen we niet afstrepen omdat we die al gehad hebben. 2x80+ en daar zit in. Frans, CVM. Ja. Is niet wie dat ook. Dit is Bilbo. Oké, volgende pack. 2x81+ en daar zit in. Spaan, niet achter. Ja, Giroud, dat moet ik ook niet weten, jongen. Miguel Gutierrez. Oké. Okay. Ik wil nog een footie spekken. 2x20+, en dat is het een. Ja. Sangaré. Nu heb ik het wel. Alleen, nu dacht ik dat Sangaré was, en nu is het Kessie. What the fuck, jongen. 2x33+, oké. Okay. Ja. Zule. Oké. Volgende pack. 84x10, daar zit in. Munoz of wie is dat? Team tournament, zie ik, zeg het toch. Zit er een Futis achter? Is de vraag. Ja, we krijgen wel een team of the tournament. Dat is een 90+, dus we krijgen een team of the tournament. We moeten nog twee vakjes afgestreept zien. Dat is Futis en Futis 92+. Dus daar moet ik nog een 84x10 van maken. Dat is goed. Oké, boys and girls. 84x10, dit is een van de laatste packs dat ik opdoe vandaag. Dus hopelijk zit er een Futis of een Futis, een Futis en het liefste 92+ in. En we krijgen. Nu krijgen we een Hero en een. Rafinha. Ja, team of the tournament. We krijgen geen Futis. Dus ja. Morgen zullen we verder werken aan de kaarten. Vel gaan we hier nog één storepack open doen. Ik weet het is zonde van het geld. We gaan een Futis nanopakket open doen. En dat zit in. Argentijn, centerback. Dus Cometti. Zoals ik daar straks zei, Eigenlijk leenspeelt ze niet mee, dus
Anders zal het veel te gemakkelijk zijn. Dus we gaan nog één packje klaarzetten en dan weten we of we een footage gepakt hebben of niet. Oké, boys and girls. Laatste 84-1, als we nu geen footage pakken, dan weet ik het ook niet. Dus hopelijk pakken we een footage. Ja. 84-1. Niet van Sint Pietro, maar dat is Pellegrini. En ik pak weer de Schuler. Ik vind echt dat hij een goede vriendin van mij lijkt. En we pakken gewoon een footie. Ja, we nemen best meels of footies. Want het is een roze kaart. Het is een roze ding, het is een footies icon. Dus we nemen best meels van onze footies. En dan hebben we onze footies en footies 92+. Dus. De kaart is af. We hebben dus een 90+. Een speler met een vies baardje. Een icon. Een team is 90+. Een footies. Team op de tournament 90+. Een icon 90+. Footies 92+. En een hero 88+. Let's go! De bingo kaart is afgewerkt. Oké, boys and girls, het is vrijdag en we hebben een 84x10 upgrade. Het is curieus wat er gaat inzitten. Let's go. Wat zit erin? Nederlands spits. Nederlandse spits. Ja, Van Nistelrooy. En Abedi Pelé. Oh ja. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben nog eens een 84x10. Het is nog steeds vrijdag. We hebben nog eens een 84x10. Het is wel weer een 12. En in de 84x10 zit Frans. CVM. Lil. Wie is dat? André. En Herrera. No, I'm decent, I guess. Oké, boys and girls, het is vrijdag 7 uur. En we gaan eens zien wat er. Hopla. Weg naar 25 evolutie. Oké, doelstellingen. Is er terug een daily login of niet? Precies niet. Oké. Ik heb de pre-season maken upgrade is er terug. Eerst gaan we deze pack open doen in de store. 85x10 en er zit in. Nederland, centerback. Ik vind die daar wat van kunnen. En nu de tractor. Dat wel, denk ik. Nee, hem. Wow, hem. Let's go.
Nu gaan we eens naar die naar die 30 munten pakket. Is er ook een 10 munten pakket? Nee, alleen een 30 munten pakket. Oké, 30 munten pakket en daar zit in. Dat maar. Stans. Exact. Heel wees dan. Die kikker is dat? Dat is die kikker. Dat is goed. Let's go. Preview pakket. Dit is ook de laatste video, dus van EFC 24 dat ik maak. Ik weet dat het op duurdek is. Nu gaan we zien naar die evolutie. Oké. Wie wil ik naar de 99 brengen? Kan die op cam? Ik ga Smith-Rowe naar de 99 brengen. Let's go. Metro naar 99 en dan gaan we nog Footage Founders doen. Die gaan we doen met met wie gaan we die doen? Misschien met Ashley Cole? Ja, we gaan die met Ashley Cole doen. Let's go. Zoei. Dus we hebben twee objecten, twee dingen te doen. Twee wedstrijden spelen en winnen. Eén. En twee wedstrijden spelen en één winnen. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben drie potjes gespeeld. En ik heb ondertussen ook nog de pre-season maken upgrade 25 keer nog eens gedaan. Dus ja. Nu is Smith-Rowe naar een 99 gegaan. Dus ik heb al 25 packs in de store staan. Dus het wordt nog eventjes een lange opname, een lange packopening. Dus, dan hebben we precies een dagelijk spelen gecompleet. Dan dagelijk spelen in pre-season. En dan hebben we hier nog Spark. En 2 keer 37. 34 packs om te openen. Dus we hebben heel wat packs. 2 keer 37. En dat zit in. Frans, rechtsachter. Dat is die boei. En wie is de icon dat erachter zit? Pires. Dat is een dubbel. Boeien heb ik niet dubbel, maar Pires heb ik wel dubbel. Oké, 2 keer 80 plus. En daar zit in. Ja, dat was Jon Zotier. Twee keer 81 plus. En daar zit in. Engels. Madison. Madison, let's go. 2 keer 81 plus en dat zit in. Hopla. Italiaans, center back.
Bachiroto en Pasquero. Compleet dubbele pack, dus we gooien die gewoon weg. 2 keer 82 plus en daar zit in. Japan, die Zweden. Dat is kut, denk ik. Ja, Endo, let's go. Ik heb 34 plus. En dat zit in. Spaans, en de mid. Parejo. En. Wie zit erachter? Please. Jee, geef me iets goed. Ruben Diaz. Ik heb die al. Oké. Drie keer 80 plus en dat zit in. Wel, spits. Klopt niet, het is Napoli, maar het is La Cuca. We hebben nog 27 packs. Drie keer 80 plus en dat zit in. Hopla. Brazilian, Cam. Icon, wie zou dat zijn? Zico, ik dacht dat Pelé was. Wauw. Drie keer 80 plus en dat zit in. Engelse centerback, daar weet ik niet hoe je dat doet. Ja, wat stoos is. Let's go. Drie keer 80 plus en dat zit in. Wie is dat? Incapié. Nee, ga Incapié. Nee, Pacho. Ja, Incapié is dingen. Is hem bij Leverkusen. Drie keer 80 plus en dat zit in. Engels. Stemt er niet. DVD waarschijnlijk. Ja, zeer hard. Let's go. 3 keer 80 plus en daar zit in. Italiaan, CVM. Jorginho. Wauw. Drie keer 80 plus en daar zit in. Franse center mid. Parejo en Pajor. Drie keer 80 plus en dat zit in. Nunez. Drie keer 80 plus en dat zit in. Spaanse links buiten. Ja. Drie keer 80 plus en dat zit in. Dat ze weet dat het niet goed is. Dat het wat zuilen is. Drie keer 80 plus en dat zit in. Dat dan Cam, dan weet je ook dat het niet goed is. Ah, het was weer, het was wel redelijk decent dan. Drie keer 80 plus en dat zit in. Ja, dat is die ja. Let's go. Drie keer 80 plus. Maar dit in. Engels, maar weet je wat slecht is. Kom aan, EA. Madison. Let's go. Drie keer 80 plus en dat zit in. Frans. Colomboani. Drie keer 80 plus en dat zit in. Kroatië, Modric.
Luka Modric. En die heb ik dubbel, dus we gooien die gewoon weg. Drie keer 80 plus en daar zit in. Engels keeper, ja, dan weet je wat slecht is. Dat maar een Pickford is. Drie keer 80 plus en daar zit in. Dat hier, ja. Not wine. Wiekje tegen Peter dat ze in. Spaans niet achter. Ja, Vigalan. Drie keer tegen Peter dat ze in. Italiaan terecht buiten. Juventus, dat is niet goed. Van ons, ja. Drie keer 80 plus en er zit in. Wauw. Duits. CVM. Real Madrid. Groot. What the fuck. Drie keer 80 plus en er zit in. Vlahovic. I guess. Let's go. Drie keer 80 plus en daar zit in. O'Hara. Werder? Nee, Werther. What the fuck. Drie keer 80 plus en daar zit in. Sangaré? Sangaré. Let's go. Drie keer 80 plus en dat zit in. Brozovic. Let's go. Drie keer 80 plus en dat zit in. Dat. Links naar de regio scoren. Oké. 83 x 20 en dat zit in. Nunez. En wie zit erachter? Welke team van season zit erachter? Pellegrini. En Chief. Vijfentwintig maal 10 en dat zit in. Dat is spits. Dat is spits Nijken. Ah, Prins. En Costinho, wauw. En nu... de 87 maal 4. En dat zit in. Ja. Santos en wie erachter? Cucho Hernandez. Smalling, Cucho Hernandez, Santos en Kobel. Let's go. Oké, boys en girls, ik weet niet of ik deze of ik al opgenomen had op zondag, maar het is nu opgenomen dat het zaterdag, het is nu zaterdag. 84 x 10, twee keer. Alles wat we hier in dubbel krijgen gaat in de herhaalbare 85 x 10. Dus hier krijgen we al uit een Engelsman en rechtsachter van Chelsea. James, Reece James en wie krijgen we als icon? Pires? Ja,
dus we moeten, ja, Modric. Dus we moeten Pires, Modric, Grealish, James en Thuram. Dan gaan we naar favorieten. Gaan naar de 85x10. Dus daar is Pires. Modric. Wacht, eerst nog een team of season inleveren. Gaan de zeldzame Modric. Grealish dan. Dan Thuram. Dan moeten wij nog en dan hebben we nog gewoon rares in te leveren. Plus 87 rating boeit niet, want we hebben al onze dubbele ingeleverd. Dus ja, let's go. ...84x10, nog eens. Dat is een fusie, denk ik. Planten links achter. Compactor. Dit is kijk nu Bompastoor en Lewa. What the fuck? Bompastoor en Lewandowski. Ja, die mogen wel weg. Oké, nu de 85x10. Dat zit in. Italiaans centerback. Icon, Pieter Westen, Nesta en Pentalab. Oké, let's go. Oké, boys and girls. We gaan nog eens een 85x10 doen. ...85x10, let's go. Spaanse rechts buiten. Goed dan. Dat is Adama Traoré. En wie zit erachter? Di Marco. Wauw. Wauw. Oké, boys en girls. Ik heb twee 85x10 pakketten. En in de eerste zit Braziliaans keeper Ederson en een Greats of the Game icon. Thierry. Alle special cards heb ik dubbel. Dus ik gooi gewoon weg. 85x10 nummer 2. En daar zit in. Spaanse centerback icon. Wie is dat? Carles Puyol. En wie is erachter? Ik heb die niet nodig. Ik heb die al. Maar ik heb wel Carles Puyol.
Let's go. Oké, boys en girls. We hebben nog eens een 84 x 10. Let's go. En ik ben benieuwd wat erin zit. 84 x 10. Let's go. Canada. Rechts buiten. Als we gaan. Wie is Centurion's icon? Koeman. Oké. Oké, boys and girls. We hebben nog eens gespeeld. Het is de laatste keer dat wij in een video de reward van spelen lopen doen. Omdat ik na morgen, na de opname morgen voormiddag geen video meer maak. Klein zilver speelspakket. Ik ben begonnen aan Philip. De Paraguay rechtsachter Club Libertad, dat weet ik niet wat is. Het is toch Paraguay, hè? Ja, het is Paraguay. Let's go. 3 gewone gouden speelspakket. En dat zit in. Nou, Duits. Zo is het Duits. Dusken. Let's go. 2 keer 80 plus en dat zit in. Vlaovic. Ja, dat is Vlaovic. Let's go. Ik ga waarschijnlijk ook Gullit niet afmaken in deze video. 2 keer 81 plus en dat zit in. Mkhitaryan. Let's go. Twee keer 82 plus en dat zit in. Spans. Echt Barcelona, dat is. Ja. Wat dat door de gun. Let's go. 2 keer 82 plus en dat zit in. Bel. Niet weer. Dan weet wat Carrasco is. En dan de 2 keer 83 plus. Frans, Spits, Inter Milan, dat is dingen, Turan. Het is geen team of season, want het is een andere, het is zo'n Fantasy FC. André. Let's go. Nu moet ik wel verder doen aan de Gullit. Let's go. Oké, boys en girls, ik heb weer 2 squads van Gullit af en Jumbo Premium Goldpack. Oh, Turan ben ik vergeten. Oh, wauw. Jumbo Premium Goldpack en dat is in. Kijk nou een Nederlandse centerback, Icon. Kijk nou Koeman. Een tradable Koeman. Hoeveel gaat hij nog? Zet hem maar op voor 11,250. Je weet, koopt iemand die dan wel. Premium speelspakket en daar zit in. Deense centerback. Christensen. Let's go! Let's go! Oké, boys en girls, ik heb ook nog 2 squads gedaan van Camille Abelie. Omdat ik die nog niet heb gedaan. Of Camille Abelie. Ik weet niet hoe dat eruit spreekt. Dat is gewoon niks. Let's go.
En nu nemen we een speelspakket naar de zin. Centerback, dan weten we dat het niet goed is. Let's go. Oké, boys and girls. Het is zondag en dit is de laatste squad dat ik heb gedaan voor Ruud Gullit. Dus we hebben Ruud Gullit in de club. Dat is Nederlander CA Icon. Dat is Ruud Gullit. Let's go, Ruud Gullit. Die kan op CM, cam, spits. Ik heb een nieuwe cam. What the fuck? Gullit. Nieuwe cam of nieuwe centrum mid? Ik weet het niet waar ik hem ga zetten. Gullit. Top gouden speelspakket. En dat zit in. Kostic. En nu het mega pakket. Let's go. Let it in. Frans. Centerback. Maar wat is een dubbele walkout? Nee, het is geen dubbele walkout. Let's go. Oké, boys and girls. Oei, oei. Mijn team. Ik had toch een ander team klaargezet. Dus Cam was Gullit, center mid was KDB. Als spits ging ik natuurlijk Lionel Andres Messi zetten. En dan aangepaste tactieken, rollen, aanvoerder Messi, directe vrije trap Gullit, lange directe vrije trap Gullit, strafschoppen. Johan Cruijff, hoekschop links. De Bruyne, hoekschop rechts. Vieira. Let's go. En nu gaan we zien welk rang dat we zijn in squad battles. Normaal gezien zijn we Elite 3, ja, we zijn Elite 3. Dus let's go, suwee. Oké, boys and girls, het is 10 uur en 4, bijna 10 uur en 5. En we hebben de laatste rewards dat ik kan opnemen. Dus we zullen zien welke rewards dat we zullen krijgen. Dit is de laatste video van EFC 24 dat ik maak. Ik ga me nu focussen op mijn vakantie en op binnenkort over enkele weken FC 25. Dus ja, FC 25, we komen eraan. Ik heb sowieso 10 uur gratis. Allee. De 10e proefversie, dus dan 20 september. Dus op 20 september krijgen jullie sowieso een video van EFC 25. Mijn eerste EFC video dan. Het is 10 uur en 5 en nu gaan we dus de Ultimate Team in. En mijn laatste reward dat ik op video ga op opnames ga claimen. Laatste Elite 3 reward normaal gezien. Ja, Elite 3 reward. Een megapakket, een premium guard speelspakket, premium guard pakket.
een 1-3 94 plus Patroglory met Kendrick Team Tournament speler. Allee, player speak. 12k munten en 700 XP. Dus eerst gaan we de player speak openen en dat zit in. Dan moet ik wel voor Barça gaan. Maar ik kan er eerder tegen. Ook al is dat niet. Misschien niet de duurste. We hebben nog een 3x dan denk ik ook. Dus we krijgen sowieso een walkout vandaag. Oké. Deze zijn dus de laatste rewards. Enjoy het premium guide pakket. En dat zit in. En dat is gewoon een non-rare. Let's go. De laatste rewards op mijn kanaal van FC24. Premium guide speelspakket. En dat zit in. Wales Center Wit. Ja, dat is niet goed, denk ik. Fishlock, let's go. Let's go. Volgende pack, megapakket. En daar zit in. Hopla. Brazil. Links en buiten. Martinelli. Mijn kinderen plus Martinelli, let's go. Zo, Martinelli, tradable gepakt. 86x3 en daar zit in. Argentijns, spits. Icon, dat is een Crespo, denk ik. Pellegrini. Ja, let's go. En dit was dus de laatste FC24 video. Deze was de laatste FC24 video dat ik heb opgenomen voor jullie. Ik heb ervan genoten om zo lang FC24 content te mogen maken voor jullie. Let's go. Ik heb nu ik heb nu de laatste opnames gedaan van FC24. Nu kunnen we nog 2 of 3 of 4 video's nog gaan online voor 4 of 5 video's online voordat ik FC25 content kan maken op 20 september. Dat is heel binnenkort, dat is over 2 of 3 weken. Ja, 2 weken en een half komt FC25 content, dus ik moet nog 4 video's. Ja, nog 4 video's uploaden. En dan komt FC25 content. Dezelfde dag dat de Ultimate Edition en ook de dingen uitkomt. 10 uur proefversie. Ga ik al een team bouwen. Ga ik al wat packs openen. En ga ik al wat proberen squad battles te spelen op mijn account. Om dan nog verder te geraken aan FC25. Al een goed team te hebben tegen de eerste dag eigenlijk dat de gewone editie, de standard edition online is en de standard edition uit is. Dus ja, let's go. Nu is even gewone content en dan FC25 content komt er ook zo snel mogelijk aan. Let's go. Zo, ik zie jullie guys graag terug bij vrijdag bij mijn beste packs van FC24 video. Let's go, ik zie jullie daar eens aan. Bye bye! Yeah.